Ik heb zelf een turnachtergrond, een dansachtergrond. En vanuit die achtergrond ben ik eigenlijk begonnen met flikvlak. En ik zelf ben natuurlijk als klein meisje vroeger begonnen. En zowel op dansen vond ik het een mooi roze jurkje natuurlijk helemaal geweldig. En binnen turnen, ja, dat is eigenlijk gewoon met de paplepel ingegoten als klein kindje. En dan blijf je hangen omdat je succesbelevingen ervaart. En ik denk dat ook de kunst is dat ieder kind, zeg maar, zijn haar sport vindt waar ze succesbeleving hebben. Ik geef zelf geen turnlessen meer. Ik heb wel turnlessen gegeven. Ik heb ook dans gegeven, acro gegeven. Dus ik heb eigenlijk een heleboel disciplines gegeven hier binnen de organisatie. Maar momenteel heb ik het zo druk met allerlei andere zaken dat het lesgeven erg bij ingeschoten is. Ik zorg heel goed dat ik binding hou met de club. Dus ik loop hier regelmatig rond. Dat is ook zodat ik zie wat er leeft en speelt. Dat ik ook even af en toe aan de mensen vraag van hey, is alles naar wens? Hey, loopt alles? En kan zelf ook beoordelen van nou, loopt het inderdaad? Zijn de mensen tevreden? Is alles ook zoals we het voorzien hebben? En zijn er misschien ook nog hele goede ideeën voor de toekomst? Want wij kijken altijd vooruit. Nou, de bindingen met de mensen in de club is enorm belangrijk. Als je geen binding hebt met je mensen, dan weet je niet meer wat er op de werkvloer gebeurt. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat je ook beter een andere baan kunt gaan zoeken. We zijn in 1996 samen begonnen. En toen zijn we eigenlijk gestart als organisatie. En toen vonden we eigenlijk al, turnen doe je in een turnhal en dat doe je niet in een gymzaal. Bij de voetbalclub hoeft ze het veld ook niet uit te rollen en de doelpalen neer te zetten. Dus wij vonden, ja, turnen, dat moet je in een turnhal doen. Dus toen zijn we naar de gemeente gestapt. Ja, toen zei de gemeente, ja, jullie hebben 30 leerlingen. Ja, dat is echt geen legitieme reden, zeg maar, om een turnhal voor jullie te bouwen. Toen hadden we 400 leerlingen op de wachtlijst en toen zeiden we, ja jongens, dit is echt van de zotte. Kom op, gemeente. Kom nou met die hal, we hebben ons inmiddels al wel bewezen, we willen graag die accommodatie. En toen heeft de gemeente gezegd van nou, we gaan voor jullie een turnhal bouwen. Maar die plannen van jullie zo groot en al die zalen en zo, ja, dat is te gek. Dus toen zijn we flink in onderhandeling gegaan, hebben allerlei exploitatierapporten laten opmaken. En uiteindelijk staat deze prachtige turnhal er met al zijn verschillende zalen. En nu blijkt dat de keuze die we hebben gemaakt om zo'n grote hal neer te zetten een hele goede keuze is geweest. We hebben bij heel veel groepen zitten we gewoon goed vol. En we hebben een hele goede bezettingsgraad hier in de hal. Dus ja, de inschatting van destijds is een hele goede inschatting geweest. Sterker nog, we zijn helaas soms zelfs genoodzaakt om te moeten zeggen van je moet eventjes wachten totdat je aan de beurt bent. Voor de allerkleinste hebben we daar wel een oplossing voor gevonden en zijn we in de wijken nu programma's ook gaan starten. Zodat ze, zeg maar, in ieder geval aan het gymmen kunnen. Maar we blijven eigenlijk ook nooit stilstaan. Dus wie weet gaan we ook nog wel weer eens verder in onze plannen. Nou, we hebben de keuze gemaakt voor Zethoogenbosch als stad. Omdat hier in Zethoogenbosch was nog niet zo'n heel groot aanbod. We hebben een ruim marktonderzoek van tevoren gedaan. En hier was een hele grote wijk waar eigenlijk nog helemaal nauwelijks sportaanbod was. Al helemaal geen gymnastiek turnen. En toen hebben we gezegd van nou, dit lijkt ons een ideale plaats. Nou, bijkomstigheid was dat ik zelf ook in een bos geboren ben vroeger. En ja, dat is niks zo mooi dan om in je eigen stad waar je geboren bent, om daar zoiets moois neer te gaan zetten. Nou, we hebben een hele bewuste keuze gemaakt om een groot lesaanbod te hebben. Dat is natuurlijk in de loop van de jaren is dat gegroeid. En we hebben eigenlijk al die takken van sport die onder de gymnastische paraplu vallen, hebben we omarmd. Nou, flikvlak staat voor heel breed en laagdrempelig. We zijn hier zeker niet alleen voor de topsport, maar ook zeker voor de breedte sport. We hebben een heel groot lesaanbod, juist ook voor de breedte sport. En wij vinden ook absoluut als club dat de topsport niet zonder de breedte sport kan, maar de breedte sport ook niet zonder de topsport. Dus dat is een hele goede samenwerking en het vult elkaar ook prima aan. Nou, de mensen die hier rondlopen zijn verdeeld in verschillende categorieën. Dat zijn coaches die op de payroll staan, die in dienstverband zijn. We hebben hier mensen die als vrijwilliger voor de groep staan, wel allemaal met diploma. We hebben hier mensen die in dienst zijn van de bond.
Maar we hebben hier natuurlijk los daarvan ook een heleboel mensen die gewoon als vrijwilliger zich inzetten voor de organisatie. Die helpen bij allerlei activiteiten, bij allerlei voorstellingen, bij wedstrijden. Op alle fronten worden vrijwilligers ook ingezet. En dat maakt de sfeer binnen de club alleen maar beter en beter. Nou ja, we zijn natuurlijk absoluut een smaakmaker, want als club hebben we natuurlijk niet alleen bossenaren hier, maar we hebben natuurlijk ook regionaal een hele belangrijke functie, landelijk. Maar ja, onlangs hadden we de Japanners hier op bezoek, maar ook, we hebben hier ook regionale trainingen, districtstrainingen, de landelijke trainingen vinden hier plaats. En van Heinde FR krijgen we inmiddels ook verzoeken om hier te mogen trainen. En dat is alleen maar geweldig. Ja, de gymnastische hal, de grootste gymnastische hal ter wereld, daar ga je niet van tevoren bedenken. Dat was ook absoluut niet het doel of zo. Nee, de grootste hal ter wereld was niet vooraf voorzien. Maar het is altijd wel leuk om dan toch de grootste van de wereld te zijn. Dus laten we dat maar nog lang genoeg zijn, denk ik dan.